Hi allemaal, ik ben Anne en ik heb 22q11 deletiesyndroom. Ja, inderdaad, 22q11 deletiesyndroom. Ik zie je kijken en denken, hé, dat ken ik niet. Dat kan kloppen, want het is een heel onbekend syndroom. En daarom vertel ik ook dit informatiefilmpje en dan hoop ik dat mensen beter begrijpen wat het is. Dus, bij deze. Nou, wat is 22q11 nu precies? 22q11 is op de 22e chromosoom ontbreekt een stukje informatie op de 11e deletie. Dat zijn de medische termen om een beetje te snappen waar het syndroom zich ongeveer bevindt en hoe het zich uit. Hoe het zich uit is dus in ruim 190 verschillende kenmerken. Dus bij iedereen die geboren wordt met dit syndroom, uit het zich weer anders. De ene persoon heeft bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. En de andere persoon heeft psychotische problemen of klachten. De andere heeft weer psychische problemen of klachten. Een lichamelijke probleem kan je ervan hebben. Dus kortom, het syndroom kan je leven behoorlijk in de weg zitten. Bij mij uit het zich door middel van dat ik last heb van emotiewisselingen. Dus mijn emoties gaan altijd heel erg zo. Dus dat is best wel lastig om mee om te gaan in mijn dagelijks leven. Iedere dag is voor mij ook weer anders. Want de ene dag kan ik bijvoorbeeld een hele goede dag hebben, zoals vandaag. En de andere dag lig ik gewoon op bed en kan ik de hele dag niks. Dus dat is ook heel lastig om daar omheen alles zeg maar te plannen. Maar dat doe ik gewoon toch maar. En ik woon ook op mezelf en dat gaat gelukkig goed. Dus daar ben ik wel blij om. Ik heb helaas geen betaalde baan en ook geen vrijwilligerswerk, omdat daar toch weer te veel druk en verwachtingen op liggen. En dat zijn dingen waar ik dus heel veel moeite mee heb. Tot nu toe ben ik daar altijd op stuk gelopen en ik hoop dat ik toch een beetje informatie kan geven over dit onbekende syndroom. Dus bij deze. Dank jullie wel voor het kijken.